Ja, dank u wel. Ik hoorde de minister zojuist aangeven dat is voldaan aan de wettelijke verplichting van artikel 20, vierde lid van de Wet Publieke Gezondheid, om binnen 8 weken dat wetsvoorstel naar de Kamer te sturen. Maar erkent de minister dat het op grond van artikel 20, vierde lid van de Wet Publieke Gezondheid ook verplicht is om dat wetsvoorstel vervolgens zo spoedig mogelijk te behandelen? De minister. Nee, de wet verplicht om een wetsvoorstel in te dienen nadat de ministeriële regeling is van kracht geworden. En dat wetsvoorstel is ingediend op 20 februari. Vervolgens is er verslag uitgebracht. En op dat verslag had een nota naar aanleiding van het verslag moeten komen, opdat de Kamer dat wetsvoorstel weer verder in behandeling kon nemen. Het kabinet heeft dat niet gedaan, te lang laten liggen. Dat verdient niet de schoonheidsprijs. Maar ook de Kamer heeft daar verder nooit meer over gerappeleerd. En op zichzelf genomen is dat natuurlijk begrijpelijk. Want we hebben ongeveer wekelijks met elkaar gedebatteerd. Dus over de noodzaak om corona te zien als A-ziekte heeft echt werkelijk nooit, echt nooit iemand getwijfeld. De heer Van Meijeren. De minister heeft kennelijk geen kennis genomen van de parlementaire geschiedenis, waaruit heel duidelijk blijkt dat het op grond van artikel 20, vierde lid van de Wet Publieke Gezondheid, noodzakelijk is om dat wetsvoorstel vervolgens zo spoedig mogelijk te behandelen. En dat is zelfs opgenomen in de considerans bij het wetsvoorstel. Kijk er maar even mee. U heeft ongetwijfeld het wetsvoorstel voor uw neus liggen. Dus als u even de considerans erbij pakt, dan ziet u daar staan. En dit is een tekst graag via van de voorzitter. Regering. Graag via de voorzitter. Meneer, via de voorzitter. Daar staat. Als wij een overweging genomen hebben dat het op grond van artikel 20, vierde lid van de Wet Publieke Gezondheid, noodzakelijk is dit wetsvoorstel zo spoedig mogelijk te behandelen. Dus het is niet alleen, het is niet voldoende om dat wetsvoorstel naar de Kamer te sturen. Dat blijkt ook uit de parlementaire geschiedenis. Dat staat nota bene in de considerans. Dus hoe kunt u nu ontkennen en dat aan die verplichting is voldaan? De minister. Het eerste is, aan de wettelijke verplichting is voldaan. Maar wat een beetje merkwaardig is van de inbreng en ook van de gezwollen taal van de heer Van Meijeren is dat als hij dat zo belangrijk had gevonden, als Forum dat zo belangrijk had gevonden, waarom is het dan zo dat bij de nota naar aanleiding van het verslag of bij het verslag vanuit de Kamer daar helemaal niet eens een inbreng is geleverd door Forum? Dus überhaupt, de ministeriële regeling is door Forum nooit ter discussie gesteld. Waarom is het dan zo dat er nooit een rappel eerder is gestuurd vanuit de Kamer, als Forum dat allemaal zo belangrijk heeft gevonden? Waarom is het dan zo dat de fractievoorzitter van Forum de minst vertegenwoordigende fractievoorzitter was bij al die coronadebatten die we hebben gevoerd? Dus het is een beetje merkwaardig om daar nu zo'n punt van te maken, als daar nooit eerder op al die geëigende momenten van het parlementaire werk, aandacht aan is besteed. Heer Van Meijeren, en laten we met elkaar afspreken. Ja, we zijn met weinig mensen, maar zo'n 6 vragen en of opmerkingen totaal. Ja, heer Van Meijeren. Nee, ten eerste, het is in dit geval, staat het buiten alle twijfel dat Forum dit zeker belangrijk heeft gevonden. Wij hebben op 21 september 2020 Kamervragen gesteld, juist over deze A-ziekte. In strijd met het reglement van orde dat bepaalt dat die vragen in beginsel binnen 3 weken moeten worden beantwoord, heeft de minister daar bijna een jaar lang mee gewacht. En bovendien is het heel vreemd, want de minister die erkent nu impliciet dat inderdaad niet aan die wettelijke verplichting is voldaan, maar zegt vervolgens, ja, Forum vindt dat vast niet zo belangrijk. Maar het is helemaal niet relevant of Forum dat belangrijk vindt. Het is relevant dat de wetgever heeft bepaald dat het noodzakelijk is. De wetgever vindt het kennelijk belangrijk. De wetgever heeft bepaald dat het parlement hier zo spoedig mogelijk bij betrokken wordt. Dus het is helemaal niet relevant of Forum dat belangrijk vindt en of wij hier vaak over gerappeleerd hebben. De wetgever heeft een wettelijke verplichting opgelegd en daar heeft de minister niet aan voldaan. De minister. Nou, de minister heeft daar wel aan voldaan, want de minister heeft inderdaad het wetsvoorstel ingediend. Daar is een verslag op ingediend waar 2 fracties aan mee hebben gedaan, namelijk de VVD en de SP. En Forum heeft daar niet aan meegedaan. Zo belangrijk vond Forum dit punt kennelijk vorig jaar. En voor het overige verwijs ik naar mijn eerdere antwoord.